Een nieuwe 90 meter voor een nieuwe tunnel in Rotterdam. Eigenlijk zijn er twee steden met de naam Rotterdam die elkaar van over het water aankijken. Rotterdam-Noord en Rotterdam-Zuid. De overeenkomst is inmiddels dat tram en bus voor de oversteek in beide delen vastliepen tussen het overige verkeer. Het probleem is eenvoudig verteld. De Rotterdammer leeft van de haven, maar hij wil er ook overheen kunnen. Omdat hij aan de andere kant woont of werkt of even iemand wil spreken. Dat even ging niet meer zo. De Maastunnel, de trots van 20 jaar geleden, is een kruipgat geworden. Tunnel of brug, met 100 tegelijk in een tram of alleen in een auto. De oversteek betekende wachten, aanschuiven, wachten. Er was één oplossing. Sneller dan de tram, economischer dan de auto, niet afhankelijk van enig ander verkeer. Het is de oplossing van een wereldstad. Een metro. ...19 januari 1959, zwart op wit. Het resultaat van voorstudies, adviezen, discussies. Lijsten, grafieken, discussies. Begrotingen, discussies. Nota's, discussies. Discussies. Het eerste metrorapport. 4 maanden later, mei 1959, valt de beslissing in de gemeenteraad. Een metro gedeeltelijk onder de stad, van het Centraal Station, via Stadhuis, Beurs, Leuvenhaven, Rijnhaven en Maashaven naar het Zuidplein. Maar de stadsuitbreiding staat niet stil. Opgesteld en aangenomen is het plan tot doortrekking van de lijn. Zuidwijk-Pendrecht, 35.000 inwoners. Hier komt het nieuwe station. De hele verlenging. Zuidwijk-Pendrecht, Roon, Portugal tot Hoogvliet. De woonplaats van nog eens 45.000 Rotterdammers. En voorbij Hoogvliet, Spijkenisse. Ook naar het oosten zal de stad verder worden uitgebouwd. Een kruisende lijn van het station Beurs eerst naar Alexanderpolder met een ringlijn die Capelle aan de IJssel aandoet. Nog later een doortrekking naar west. Maar voor het zover is. Er was nog ruimte in het centrum van Rotterdam en die was dubbel en dwars nodig. Bouwdokken voor het maken van de tunnelelementen ontstonden op de Koolsingel en op het Weena. Maar hoe vervoer je een brok steen van 6000 kubieke meter? Door het water, zegt de Nederlander. Hetzelfde water dat niet uit de bodem is weg te denken en, in dit geval, ook niet weg te pompen. Een kanaal. Maandenlang groeiden eerst de wanden, gebouwd uit speciale platen, één voor één in de grond geheid. Een cordon van staal, tijdelijke wachten langs het tracé van de ondergrondse. Het schuchtere begin van een kanaal is dan een uitgraving tot 2 meter. Genoeg om ondergrondse resten tegen te komen van het Rotterdam van voor 1940. Heipalen, soms honderden jaren oud. Tussen de dambanden werden stempels gezet, alvorens het veen en de klei uit het grondwater te graven tot een diepte van 5 meter. Daarna werd het kanaal volgepompt om met het water de damwanden verder te stutten. De uitdieping tot 12 meter vond dan plaats, wat de vakman noemt, in Den Natte. En zo was de Koolsingel na 50 jaar weer een gracht geworden, al zou er alleen beton doorheen varen. Bouwdok, 7 meter onder het straatniveau van de Blaak.
Een wieg van 50 bij 100 meter, waar 10 van de 36 tunnelstukken opgroeiden, voorlopig aan de einde afgesloten voor de operatie transport. Het dok werd met water gevuld, de dokdeuren weggevaren en langzaam werd het nieuwe tunnelstuk, drijvend in het kanaal, naar zijn plaats getrokken. Daar werd het stuk door lieren neergelaten en vervolgens tegen zijn voorganger aangetrokken. En dan de rivier. Straks 1200 passagiers tegelijk klaar voor onder water. Onverstoorbaar het ochtendblad lezend. De duizenden manuren op het eiland van Brienenoord zullen vergeten zijn. Want daar werd de nieuwe Maastunnel in feite gemaakt, stukje voor stukje.